Ja, en Taiwan is natuurlijk de meest risicovolle kwestie. En ik denk ook de grootste geopolitiek vraagstuk voor de komende decennia. Mm. Omdat Taiwan zo centraal staat in de wereldeconomie en de chipsindustrie. En omdat China en Xi Jinping daar een hele duidelijke claim op legt. En ze proberen het nu nog met niet al te veel militaire middelen. We zagen in augustus wel dat de spanning opliepen. Maar ze hebben ook heel duidelijk gezegd, ja, als het niet goed geschikt kwam, dan zal het op den duur ook kwaadschiks gebeuren. Mm. Nou ja, ze zijn misschien door het optreden van het Westen van Amerika in Oekraïne wel even geschrokken, toch? Ik denk dat de Westerse eenheid ze heeft verrast. Ja. Tegelijkertijd denk ik dat ze ook heel scherp hebben gezien hoe Rusland ons onder druk weet te zetten met onze afhankelijkheid van Russisch gas. Mm-hmm. En zij zijn heel agressief, proberen zij dezelfde afhankelijkheden te creëren. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar grondstoffen, dan zijn wij enorm afhankelijk van China. Mm-hmm. Dus als wij dat niet weten af te bouwen de komende jaren en dat soort kwetsbaarheden weten weg te nemen, dan weet Xi ook precies hoe hij ons in maar de tang kan nemen. China heeft al die grondstofposities vooral in Afrika al lang gekocht. Dus daar komen we niet meer tussen. Hoe scherp hebben jullie die afhankelijkheid in beeld? We hebben 45 miljard handel om en nabij met de Chinezen. Ja, vergeleken met de Russische economie zijn we compleet verstrengeld. Mm-hmm. En Rusland, ja, een beetje gas, ja, vervelend. Maar ja, dat is van een andere orde. Nee, klopt. Dus die afhankelijkheid is groter. Die is ook complexer, omdat het niet alleen olie, gas en een aantal materialen zijn, maar dat het veel breder is. Ik denk dat die afhankelijkheden die worden wel in kaart gebracht. En die zijn beter in kaart gebracht de laatste tijd. Maar daar vervolgens dan ook een agenda aan verbinden. Mm. En te zeggen van, nou, we gaan die grondstof inderdaad meer zelf delven. We gaan die meer zelf verwerken. Mm. Je ziet dat de VS, Canada en Australië daar hele grote stappen in zet. Ja. Maar Europa loopt daar nog echt in. Nou, ja, zijn we naïef? Eigen chipindustrie. We zijn heel lang veel te naïef geweest. En ik denk dat we nu dat per saldo ook nog zijn. Maar je ziet langzaam dat het steeds meer aan het veranderen is. Mm.